Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD Warmoor en vandaag ga ik op pad als burger in 5M in bij de Roleplay Reality. Rechts onder een beeld. Nou ja, vandaag heb ik een paar meldingjes in gedachten. Ik ga gewoon wat kleine meldingjes doen. Ik zal ooit nog wel eens als burger gaan en een grote melding maken, maar nu is dat op dit moment nog niet. Ik zal even in beeld laten komen hoeveel mensen in de server zitten. Ik ga geen namen erbij zetten, maar dat is een hele aantal, dus we hebben genoeg keuze. We gaan beginnen met een ambu-meldje. Van mijn gedachten had ik dat we hier even gaan zitten, onwel zijn geworden en mogelijk een hypo hebben. En voor de mensen die niet weten wat een hypo is een te lage bloedsuiker. En dat houdt in dat je een normale bloedsuiker is, ja, laat zeggen tussen de, even heel ruim gezegd, tussen de 3 en de 10. Nou, bijvoorbeeld dit is, ja, tussen de 4 en de 10. Dit is een... bijvoorbeeld 2,0, dat betekent dat het lichaam ja, gewoon te weinig suikers krijgt, zeg maar. En dat met dat omzetten en zo, ja, dat ga ik jullie dan besparen. En wat doe je hier nou tegen? Nou, als ik nog goed aanspreekbaar ben, kun je mij gewoon wat druivensuiker geven, wat cola, wat ja, in principe niet eens medicatie. Is het nou, ben ik nog niet meer aanspreekbaar, dan zul je inderdaad via een infuus wat glucose of glucagon moeten gaan toedienen. Glucose of glucagon is geloof ik zelfs in de spier intramusculair, maar goed, allemaal niet belangrijk. Hij kan ook te hoog zijn, de bloedsuiker, dan moet je insuline geven, maar dat heeft de ambulance niet, dus dan zou je sowieso naar het ziekenhuis moeten. Nu heb ik vandaag dus hard gewerkt hier op de bouwplaats. Ik heb nog niks gegeten, alleen vanmorgen een broodje. En als je dan diabetes bent, ja, dan heb je nog wel eens last van een hypo als je niks eet de hele dag. We gaan zo meteen de meldkamer bellen, 1 en 2 drukken we dan. En dan gaan we het meemaken. Ik ga eerst even zorgen dat alle burgers hun eigen afdeling ook hebben. En dan ben ik bij jullie terug als ik de 1 en 2 melding doe. Dat gaan jullie ook allemaal horen. En hopelijk gaat de meldkamer ook zo snel mogelijk een ambulance sturen. Tot zo. Zo, daar zijn we weer. We moeten even kijken hoe we gaan zitten. Dat is geloof ik iets met... hoe heet het ook weer? Picnic of zo hier. Nou, beter dan dit kun je niet gaan zitten, toch? We gaan. Tringelingeling. De meldkamer krijgt hem binnen. Microfoon activated. We zetten onze microfoon aan en we wachten tot de meldkamer opneemt. We zien linksonder een postcode, 583. Dat is de postcode die wij gaan doorgeven. Dat is als goed is de locatie die de meldkamer gaat opvragen aan mij. Ze zijn waarschijnlijk nog helemaal niet klaar, dus ze hebben nu al paniek dat er al een 1 of 2 belletje binnenkomt. Ik roleplay dus ik ben nu een, ik ben niet degene die belt, of ik ben iemand anders dan wat je zit, dus ik ben een omstander. En hij heet bij deze Joop, en Joop is hem wel geworden. Dus we gaan dadelijk ineens alsof we echt persoonlijkheidsstoornis hebben, we gaan allemaal rare dingen schreeuwen en roepen. Maar we zijn natuurlijk zijn collega die in paniek is. Maar het duurt wel lang als je 1 en 2 belt dat ze hier opnemen, joh. 1 en 2 laatste straat, maar wie kan ik u doorverbinden? Politie, brandweer, ambulance? Ambulance. Ambulance, wat is straks de locatie van noodgeval, meneer? Rotterdam, dat moet je weten van me. Postcode van mij? Wat zitten we hier? Ja, Potmonden, 583. 583, de volgende straat naar meneer? Ja, maar, oh, hoe heet dat nou? Het bouwterrein op de Occupation Avenue. Met dubbel C. Ja, ga ik weer doorverbinden met de ambulance zorg of dat wij zijn aan lijn alsjeblieft. Jo. 1 en 2 ambulance zorg, Rotterdam, wat straks de locatie van een noodgeval? Ja, dat heb ik net doorgegeven, meneer. Ik heb het doorgegeven, Joop is onwel, jongen. Joop is onwel, ik moet iets doen. Joop is onwel. Wat moet je weten van me? Vraag me alles. Telefoonnummer? Wat is de huidige postcode, meneer? 583. 583. En wat is er precies aan de hand, meneer? Nou, Joop is onwel geworden. Joop, ze komen eraan. Joop, ze komen eraan. Blijf rustig. Ja, ik weet niet wat met Joop is, maar Joop is onwel, hoor. Ik weet niet wat met Joop is. Joop, wat is er nou toch? Ja, ik kijk er wat voor zich uit. Ik weet het allemaal niet met Joop, hoor. Reageert de persoon nog wel, meneer? Ja, maar Joop is niet Joop, hoor. Hij is niet zoals Joop normaal is. Nee, oké. Is hij nog aanspreekbaar, meneer? Joop. Ja, hij reageert wel nog. Ja.
Maar meneer gewoon normaal voor zo'n ademhaling meneer, of niet? Ja, hij ademt nog wel goed hoor, maar hij zweet een beetje joh. En ja, hij kijkt gewoon voor zich uit alsof hij weet ik veel wat heeft, maar het is niet de Joop die ik ken. Persoon is aan het zweten? Ja. Oké, okay, hangt toevallig zijn mondhoek scheef? Nee, hij heeft geen TIA, hij heeft geen TIA of een beroerte ofzo, dat heb ik al gecontroleerd. Ik ben dokter, snap je? Nee, oké. Okay. Nee, oké, okay, ik ben geen dokter, maar ik voel me wel eens dokter, maar ik ben geen dokter. Maar hij heeft geen TIA. Oké, okay, maar persoonlijk behoorlijk aan het zweten, zegt u? Ja. Maar je komt persoonlijk verward open of niet? Nee, ja, het is gewoon niet meer de Joop die je kent. Is er al een ambulance onderweg? Ja, ambulance in ieder geval aan de rijden, meneer. Oké. Okay. Heeft meneer ook toevallig allergenen? Joop, ben jij ergens allergisch voor? Ja, voor lelijke vrouwen, zegt hij. Ja, maar qua medische achtergrond? Heeft hij, weet ik veel, suikerziekte, pinnenallergie, iets? Oh. Hij is allergisch voor, even, wat zeg je nou? Oh ja, voor paracetamol. En heb je die ziekte, weet je wel, met suiker? Ja, ik weet het ook allemaal niet wat ze zeggen. Ja, ja, hij zegt wel, hij zegt van wel. Heeft meneer ook medicatie, meneer, of niet? Gebruikt hij die ook? Weet ik niet, kan, nee, dat, ja, weet ik echt niet. Maar ik vind het eigenlijk belangrijk dat de ambulance van Joop komt, want ja, ambulance in ieder geval al met spoed onderweg, meneer. Oké, okay, dat is mooi. Weet je toevallig ook wat hij voor het laatst gegeten heeft? Dan sla je me dood, jongen. Hij was in de ijskraan bezig, hij is nu beneden. Ik heb geen zicht op hem gehad wat hij in die ijskraan allemaal heeft gedaan. Oké, okay, en meneer zat in de ijskraan, zegt u? Ja, maar hij is nu beneden. Hij zit nu hier voor me. Helemaal op de begane grond, hoor. Oké, okay, en wat is momenteel de huiskleur van meneer? Is hij, loopt hij wel een beetje grauw aan? Of is ja, ik vind hem een beetje racistisch. Hij is wat donkerder, dat kan Joop ook niks aan doen, hè? Nee, dat begrijp ik niet, maar trekt de persoon al bleek weg, bij wijze van? Nou, hij is nog steeds donker, meneer. Dat verandert niet bij hem. Hij wordt niet ineens bleek. Nee, maar oké. Okay. U kon niet zien of meneer misselijk of duizelig of iets dergelijks was. Ja, Joop is gewoon niet meer Joop. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik weet het ook allemaal niet meer met Joop. Oké, okay, nou in ieder geval meneer, de ambulance is in ieder geval aan rijden voor u. Oké. Okay. Hopen ze dan gewoon eventjes goed in de gaten. En stel dat eventueel nog verandert, dan probeer dan direct gewoon even weer 112 te bellen. Ja, is goed. Dan we in ieder geval de juiste hulpdienst direct over de juiste informatie kunnen beschikken. Ja, ik weet jullie te vinden. Ja, super, bedankt voor de melding meneer. Joe. Tot ziens. Nou, ik hoop het niet. Microphone muted. Zo, de ambulance is onderweg. Hopen we, als het goed is wel. Ja, dus dit is nu even afwachten. Ik vermoed natuurlijk dat de collega van de ambulance, ik noem hem collega, want ik zit normaal natuurlijk zelf bij de ambu hier dan, hè, in de RPR, het een en ander gaat controleren, dus mijn de lifepack, de hart monitor gaat aansluiten. Ja, noem maar op. Dus ik ga er om af laten komen. Eén ding weet ik wel, het duurt lang tot hij er is. Ik hoor een status geluidje, dus in de momenten die zo goed als ter plaatse is. 2000 years later. Ja. Het gaat regenen, Joop wordt nat. Ja, goed. Joop wordt nat, wat moeten we nou terug met Joop? We gaan dadelijk ook natuurlijk boos worden op die ambulance en dat het zo lang duurt. Kijk eens, Christy. Nou, een beetje boos worden, hè? Daar moeten we natuurlijk een beetje boos worden. Kijk eens Joop, dat is nou service. Gewoon voor de deur. Hoppa. Meneer, dat duurt wel godverdomme lang met jullie, hè? Is dat nog normaal of? Mijn excuses meneer. Had je geen spoed of zo erbij, joh? Joop gaat hier dood, man. Zullen we even opnieuw beginnen? Nee, oh, Joop gaat dood, jongen. Ik heb 10 minuten geleden gebeld, gek. Ja, nou dat is toch nog echt binnen de 15 minuten die we. Ah, je moet je smul houden jij. Help Joop maar, Joop is gewond, of weet ik veel wat het allemaal is. Ben jij Joop? Nee, ik ben Joop. Wat zei je? Ik ben Joop. Jij bent Joop. Nou, dan zit ik dus hier goed. Ja. Nou, zoals ik zei, ik ben Wander van de ambulance. Kunt u mij vertellen wat er gebeurd is? Ja, ik ben Joop. Ja, ik voel me niet goed, jongen. Ik voel me niet goed. U voelt zich niet goed. Oké. Okay. Heeft u last van... kunt u normaal ademhalen? Ja. Oké. Okay. Heeft u voor mij één moment? Pak ik even mijn spullen. Ja, neem de tijd. Ik word niet nat, hoor. Sorry. Moet ik zelf een lach.
Nou, bij nader inzien kunnen we de, denk ik beter even in de ambu gaan zitten met dit weer. Ja, dat lijkt me een goed idee, jongen. Gelukkig zie je dat zelf in. Maar waar mag ik gaan zitten? Oh, gewoon een beetje duidelijk, gewoon meneer. Wacht even. Kijk, je mag via de schuifdeur mag je niet stappen. Oeh, wacht even. Oeh. Dat is niet goed voor jou op dit hoor, jongen. Godsamme, nee. Moet ik hier... Ja. Achterdeur is een beetje kapot, jongen. Hey. Niet de motor gaat hier. Kijk, ja, u eens. Prachtig op de blancaar. Ja. Ik, ja, ik zie een mooi plafond, meneer. Waar bent u? Ik zie u niet meer. Meneer? Moment. Waar bent u? Meneer? Hallo? Oeh, Joop wordt niet zo goed hoor, meneer. Oeh. Kom zo bij u, meneer. Ik ga even slapen. Wat? Nou. Jezus, gaat lekker dit. Het duurt een beetje lang, dus we slapen bij deze. En dat is niet ja, goed meneer, als een slachtoffer daar ben slaapt. Ik, bij u. Hallo, meneer. Meneer. Hallo, oké. Heb ik ademhaling? Ja. Je hebt ademhaling, oké. Sluit de lifepack op je aan, meneer. Joop, blijft slaap u bij me, meneer. Hij mag wel best even wakker maken, hoor. Een pijnprikkel of zo. Geef eens een pijnprikkel, beste man. Wat zijn dat? Hoi. Ah, daar was die weer. Oh, godsamme, wat ben jij lelijk van dichtbij, gek. Yo, wow. Zo, ik schrik me kapot, hé. Je mag er ook zijn, hoor. Dankjewel, schat. Wat heb je van me nodig? Ah, ik zie het al. Wat zijn uw vitale waarden? Ik kan even vitale waarden geven. Saturatie van 98%, een tensie van 120 over 80 en een pols van 90. Was u nou gewoon in slaap gevallen of werd u duizelig? Of? Ja jongen, ik weet het niet. Joop is een beetje moe. Okay. Die lifepack van je piept, ik geloof dat je al je waardes binnen hebt. Ja. Heeft u... Heeft u enig idee waarom u slaperig bent? Nou meneer, ik hoop dat u dat weet, want nu komt u voor mij. U bent hier de specialist, ik niet hè? Nee, maar ik vraag dat omdat u misschien bekend bent met ziektes of iets dergelijks. Ja, je weet wel dat met dat vingerprikje en zo, en dan gaan ze weer meten en dan komt er weer een cijfertje uit en geen idee wat het cijfertje is. En, u hebt suikerziekte. Ja, als jij het zegt jongen. U hebt suikerziekte, oké. Okay. Ga ik meteen een bloedbui prikken. Oh, waar ga je prikken? In mijn elleboogplooi? Waar zijn nou al bloedprikken? Nee, in de zijkant van uw vinger. Ah, dat vind ik wel spannend. Kunt u tegen prikken meneer? Ja, ik doe het dagelijks hè, met dat vingerprikje. Okay. Ja, meestal zegt dat cijfertje me toch niks. Zuchten? Ja? Ja jongen, ik weet niet. Joop voelt zich niet zo goed. Joop voelt zich niet zo goed. Okay. Ah. Goed, ik heb hier de bloedsuikermeter. Ja. Ah ja, die ken ik wel van thuis, ja. Wat zei u? Die ken ik wel van thuis. Altijd als mijn vinger een beetje vol met chocolade zit, dan prik ik even op die vinger. En dan krijg je blijkbaar toch de beste metingen. Okay. En is hij altijd torenshoog, maar dan voel ik me gewoon goed, jongen. Ik weet niet wat het is. Joop voelt zich nu niet goed, hoor. Van. Nou, 1, 2, prik. Au, godsammese. Ja. Poh. Je was er bekend mee, toch? Het is dat je gezicht een lekker gezichtje is, anders had ik je een map verkocht. Zo net was ik nog lelijk. Ah ja, maar Joop heeft meningsverschillen, jongen. Oké. Okay. Je bent populair. Nee, jongen. Oké. Okay. Wat komt die agent nou weer doen? Ik ben een aangehouden agent. Ja. Oké, dan mag je weer weg gaan. Ik kan medische ondersteuning bieden. Ja, wat dan? Goed, wat lees ik op de bloedsuikermeter? 2.0. 2.0. Wat zegt u meneer, wat is de meting? 2.0. 2.0 is perfect, kan ik weer naar huis, dat is goed. Is dat voor u normaal? Is dat niet normaal dan? Ik heb er echt geen idee van meneer. Nee, ik vraag of het voor u normaal is. Dan sla je me dood. Wat gaan we eraan doen, meneer? Eén momentje. Hij moet even een protocol opzoeken, jongens. Wij weten het niet meer. Ik heb eigenlijk wel dorst, meneer. Heeft u geen colaatje of zo? Wilt u een colaatje hebben? Ja, wat mij betreft wel. Cola zero toch, dat is de beste. Heb ik eens gehoord. Zou je voor mij een colaatje willen halen voor meneer? Hier op de bouwplaats, vet automaat. Ja.
Cola Zero, hè? Ik hou niet zo van suiker. Cola Zero, alstublieft. Meneer is ook nog... Nee, hou je... Nee, dan... Laat maar. Komt er wel uit. Zeg maar. Ja, jongen, je moet toch suikers binnenkrijgen, gek? Ja, dan moet je Coca-Cola Zero. Ja, dan moet je zeggen, nee meneer, suikers zijn belangrijk. Meneer, dus... suikers zijn belangrijk. Oh, oké, okay, ja, dan doe maar gewoon een cola. Doe dat. Hij is al onderweg. Geef ze even wat. Ja, dan mag hij dadelijk weer teruglopen. Geef ze even wat, wat lessen, ja, jongens. Belangrijk. Ja, ik ga hem niet betalen hoor, meneer. Nou, we sturen wel rekening aan je zorgverzekeraar. Ja, is goed. Hoe duur is dat tegenwoordig een ritje met de ambulance? 700, hè? Iets van 900, ik weet God, niet. Godsamme, nee, jullie worden steeds duurder, hebben jullie niks beters te doen? Ik bel van de taxi de volgende keer. CAO, CAO. Hoi, hoi, hoi. Maar ik moet wel zeggen... Was die al? Een nieuwe pakje van jullie. Heb je cola zero, meneer? Meneer. Ja. Dan mag je weer teruggaan. Moet je normale cola hebben. Wat, dit is normale cola, toch? Oh, nee, dat is goed. Nou, ik weet het allemaal niet, meneer. Joop weet het allemaal niet meer. Wat moet ik doen nou? Maak die cola drinken. Ah, kijk eens aan. Ik denk dat je moet doen met cola. Zo leeg, alsjeblieft. Kijk eens aan, meneer. Ik ben een snelle drinker. Nou, zo snel drinken, dat lijkt me niet gezond, meneer. Het is toch leeg, of niet? Zet u uw keelgat open, of zo? Ja, ja. Hetzelfde als met bier, hè? Ja. Kijk eens aan. Leeg blikje, wat mag ik die gooien? Gewoon hier... Ja, hier hebben we een prullenbakje. Kijk eens aan, alsjeblieft. Welkom trouwens in de brandweerambulance. Ik zie een beetje rood van achter. Klopt dat of is het gewoon wat bloed? Want de rood, ja, dit is nog van de vorige patiënt. Oh, hij is rood geworden, gek. Ja. Oké. Knopje. Maar niks uit, meneer. Als u het maar weet wat u moet doen. Oké. Goed, we gaan even opnieuw bloedsuiker prikken. Ja, is goed. Prik. Prik. Au, godsammerse. Ik geef je daar nog een klap voor je hartjes, jongen. Als je niet zo lekker smoeltje had, dan had ik geen klap verkocht. Kalm aan, kalm aan. 4.8. 4.8. Ja, we gaan snel tegenwoordig, hè mensen. Dat beter, dacht ik hem niet. Anders zitten we hier nog een kwartier te wachten. Ja, dat vind ik wel hoger in ieder geval, hè. Wat zei u? Dat is wel hoger dan voorheen, hè. Ja. Vind je ook wel goed. Nou, dan kan ik weer de hele dag tegenaan, of niet? Ja, we gaan nu verder nog even onderzoeken. Misschien nog iets onderliggends is. Man. Bent u ook nog een beetje draaierig, meneer? Nee, het gaat nu wel goed. Gaat nu wel goed. Oké, wilt u even een eindje gaan lopen, meneer? Ja, is goed, joh. Met al die plakkers eraan? Nee, tuurlijk niet. Denk jij nou, dat ding van 20.000 euro mag meenemen. Super. Ja, ik weet niet. Die haal ik natuurlijk eerst even van u af, zo. Plak, plak, plak. Ja, los? Ja, los hoor. Oh, wacht. Ik moet zeggen, die rode ambu staat wel mooi zo. Vind je dat zien, jongen? Ja, dit gaat wel goed. Joop voelt zich weer de oude Joop. Nou goed, dan zit het werk van ons er hier op, denk ik. Is goed. Zorgverzekeraar besturen een rekening naar uw zorgverzekeraar. Ja, dat klopt niet. Alleen als je me vervoert, dan ga je betalen. Ik ken je. Op de bouwplaats. Tot mijn uur. Kijk eens aan, ik geef je de hand. Ik geef jou ook een hand. Als u gaat. Dank u. De ballen gap. En nog een fijne middag, meneer. U ook, hopelijk niet tot ziens, hè. Als er toch nog iets is, gewoon bellen, hè. Heb ik je nummer dan gekregen? Ja, kijk. Heb je een papiertje? Ja. Schuif op. Ja. 1, 1, 2. Oké, en wie kan ik dan vragen? Naar jou? Nee, gewoon naar een ambulance. Ja, maar dan krijg ik dadelijk iemand anders, dat wil ik niet. Ik vind het goed. Ik heb vandaag nog dienst, dus... Ja, maar ik hoop je niemand te treffen. Nee, ik hoop jou niet te treffen. Hey, onder andere omstandigheden. Joejoe. Nou, Joop gaat er weer vandoor. En wat gaat Joop nu doen? Joop gaat zich veranderen in een ander poppetje. En we gaan deze kant op. En we gaan gewoon een John Deere trekker pakken. En dan gaan we maar gewoon ergens naartoe rijden, joh. Dat gaan we doen. En kijken of we sowieso al aan de kant worden gezet door iemand. Iets of iemand. Of dat we misschien wel een beetje ergens een... hoe heet het, kunnen gaan pakken of hoe noem je dat, dat we gewoon
een demonstratie kunnen gaan starten. We gaan gewoon met de trekker rondrijden en we zien het wel. Ik weet alleen niet hoe dat ding heet. Dus we gaan naar vehicles, vehicle spawner, industrial misschien. Nee, ja misschien wel trucks of service. En dit is wel eigenlijk wel een John Deere kleurgroen, hè? Zo, laten we gaan. Nou, eens kijken of we alle agenten gaan treffen. Zullen we gewoon naar het politiebureau gaan rijden? Ja, ze hebben voor u persoonlijk onderzocht door ambulance en ik ben er straks in. Ja, dat begreep ik. 40-50 ga ik het wel steken. Vooral voor de melding. Uit. Dan gaan we naar het politiebureau rijden en gaan we naar stikstof roepen voor de deur. Ik vind dat echt mooi. Ik zag laatst een filmpje waar zo'n gast zei van of ik nog geprotesteerd heb. Even denken. En dan krijg je zo'n filmpjes van de protesten in bij het Malieveld. En dan hoor je hem dus met zijn voice-over. Kijk, daar is team verkeer al. Nou, ze rijden rechter. Hoor je hem roepen stikstof! Hekje eruit! Dat soort dingen. Dat vond ik echt een mooi filmpje. Dus dat gaan wij ook doen. We gaan hier geen melding van maken, daar staat er bijvoorbeeld al een agent. Maar die stond er net ook al, dus die zal waarschijnlijk wel stilstaan. We gaan gewoon kijken of dit vanzelf gemeld wordt. En wordt het niet gemeld, dan bellen we wel even 0900 of zo. Om te melden dat er een tractor voor het politiebureau staat. Ik geloof trouwens helemaal niet dat we het politiebureau mogen gebruiken als melding. Als locatie voor een melding. Maar we doen het gewoon. En als het niet mocht, dan... ja, sorry. Voor de leidinggevenden die kijken. Mocht het wel, dan... ja. Maar ik ga eerst vragen, trouwens aan de meldkamer. Of ze een beetje genoeg... eenheden beschikbaar hebben. Stel, ze zijn allemaal bezig met meldingen. Ik zie daar wel een motoragent staan. En eerst een voorverkenning doen. Pling. Moet ik gaan kijken? Eigenlijk wel, hè. Wie mij plinkt. Haha, kijk eens aan. Er komt een motoragent al. User joined your channel. Burger in algemeen contact. Zeg het maar. Activated. Ja, mijn vraag was even of je een beetje genoeg politie-eenheden beschikbaar had. Maar ik zie het al, dus ik ga een klein politiemelding maken. Sorry? We hebben zeer voldoende eenheden. Ja, dan ga ik even met de John Deere trekken voor het politiebureau protesteren. Je gaat het zo wel merken. Dat zo. Ik zeg oké. Nope. User left your channel. Stikstof! Stikstof! Goedendag meneer. Stikstof! John Deere trekker! Achteruit! Vooruit! Stikstof! Goedendag beste heer, kunt u mij vertellen waar het gemeentehuis is? Het gemeentehuis, ja. Ik ben hier geloof ik verkeerd. Ik zoek mijn matties op het Malieveld, maar ik zit verkeerd denk ik. Ja, goed meneer. Komt u even mee op bezoek, staan jullie iets veiliger? Ja, ik ga wel. Je mag even hier op bezoek komen staan. Ben ik staande gehouden? Ja, bij deze. Op basis waarvan? Op basis van uw opvallend rijgedrag. Ik vertoon geen opvallend rijgedrag, ik geef gewoon verkeerd. Ja, het onnodig toeteren en het parkeren op dienstplaatsen. Ja, maar ik stond er niet geparkeerd. Nee. Ik zocht het gemeentehuis, meneer. Ja, loopt u gewoon even mee. Ik zal hem even op een ander plekje zetten. Zullen we er vandoor rijden? We gaan er gewoon vandoor rijden, hè. Stikstof! We gaan er gewoon vandoor. Eens kijken hoe het gaat lopen. Ja, wel netjes wachten voor rood, anders is het een officiële achtervolging. Moeten we natuurlijk niet hebben. We hebben geen kenteken trouwens, kan hem ook over aan de kant zetten. Is er nog een plek waar we naartoe kunnen gaan?
Zullen we dat hek voor ons gewoon eruit rijden? Dat doen ze met de echte tractors ook. Ja, dat doen we gewoon. Wacht even. Hekje eruit! Hoppa! In zijn achterruit. In zijn voorruit. Stikstof! Ik hou van het woord stikstof. Aha, we gaan gewoon naar rechts. Ja, dat hekje staat weer. Ah nee, toch niet. Nog een hekje eruit! Ja, nu is het wachten tot er mijn eenheden komen. Hij geeft me een stopteken, maar ik ga eigenlijk niet stoppen voor hem. Ik zie hem gewoon niet. Laten we het daarop houden. Maar de vraag is... Nou, daar staan nog wat eenheden. Heeft hij eenheden opgeroepen? Oh, daar staan ze. Stikstof! Nog test. Zullen we hier het terrein eens oprijden? Gaat dat? Nee, daar komen we niet op. Oh, daar rende ook een koe over straat. Oh, daar moeten we heen. Moeten we heen, moeten we heen. Strawberry Avenue. Waar is dat? Dan gaan we die koe aanrijden. Nee, niet aanrijden. Waar is die straat ook alweer? Godsamme. Shit, ik vind hem niet. Strawberry Avenue. Dat is toch een bekende straat? Is de Strawberry Avenue ook weer? Even snel zoeken. Dat is toch zo'n hele lange bekende straat. Godsamme. Die straat... Hoe kan ik die nou... Ah, wacht, ik zag iets, toch? Nee, voordat ze me uit mijn tractor trekken, ik vind hem gewoon niet. Oh. Zullen we de snelweg gewoon een beetje blokkeren? In mijn eentje. Kan gewoon, doen we gewoon. Stikstof! Ze zitten inmiddels met 3 erachter. We gaan zo de snelweg af, dan gaan we eens in discussie met ze. Oh, daar wordt een motoragent van de sok gereden en die is dood. Ja, die is dood. Kan gebeuren, niks aan het handje. Een Touran of een Golf achter mij, dat is een Golf, hè? Ja.
dit is Strawberry Avenue. Dat is zo'n bekende weg en ik vind hem gewoon niet. Hier is ook iets los, dan gaan we daar even langs rijden. Stikstof! Nou, maar gaat die poort nou niet open? Wat zegt u? Nee, ik heb geen tijd hiervoor. Let nou op, anders rijd ik met een grote band over je heen. Ik trek je er nu even uit, sterretje. Maar mijn deur is dicht. Stikstof! Ja, nu kan ik niet meer. Wat zijn jullie nou allemaal aan het doen? Moet je langs? Ik ben mijn vrienden aan het zoeken. Blijven. Ik ben mijn vrienden aan het zoeken, we zijn niet allemaal één. Meneer, wat is aan de hand? Waarom blijft u me doorrijden? Ja, ik... Ik ga u bij deze arresteren, of aanhouden in elk geval, voor het negeren stopteken. Nou ja zeg, ik ben toch gewoon lekker aan het crossen. Word er gewoon meteen een handboeien omgedaan, joh gek. Wat is dit nou? En wat doe je met mijn John Deere trekker dan? Waar moet die heen? Meneer, dat gaan we allemaal regelen. Oké, dat is goed. Meneer, u heeft recht om te zwijgen. Indien u een advocaat nodig heeft, kan dat. En indien u niet een heeft, dan wordt er eentje toegewezen. Ja. U bent aangehouden vanwege negeren stopteken. Ja. We gaan u meenemen naar bureau en daar onderzoeken we de rest. Voor het voertuig wordt gezorgd en die wordt weggesleept. En er hoort later waar die kan ophalen. Oké. Ja, lijkt mij duidelijk, maar ik was gewoon naar mijn stikstofdemonstratie aan het rijden, maar ja, daar ben ik niet gekomen. En dat jammer doen dat jullie dit zo... snelweg met een snelheid van 20? Ik rijd 50. 50 ook goed, maakt niet uit, met zo'n lage snelheid in elk geval. Ik zag het op het nieuws, dus ik dacht ik mag dat ook wel. Ja meneer, je kan toch zelf nagaan, er staat een bord bij de snelweg. Staat er een bord geen trekkers op de snelweg? Dat heb ik niet gezien jongen. Dat heb ik eigenlijk niet gezien. Dat heb je als het goed is. Staat er echt een bord geen tractor op de snelweg? Dan wil ik die nu even zien met je. Meneer de agent, hebben jullie die wel gezien? Jullie negeren mij, oké. Nee, meneer. Maar vindt u dat normaal dat u gewoon met een tractor over de snelweg gaat? Ja, ik vond het wel leuk. Nou, wij vinden het niet leuk. Ik kreeg begeleiding van jullie, er reed niemand. Wie had nou was van? Je mag even naar mij luisteren. Ik ga u nu overbrengen naar het bureau, oké? Ja, is goed jongen. U mag meegaan. Naar mijn trekker. Ja, die brengen wij naar het bureau. Oh, heb je een trekkerrijbewijs? Ik niet, nee, maar... Ja, ik wel. Ik kan hem ook wel rijden. Ja, ik ga hem neer vervoeren. Nou ja, ik... Meneer, later wordt voor het voertuig gezorgd. Ja, als de ambulances en de brandweer maar door kunnen rijden. Nou, ik kan verder ook niks op dit moment. Dus afwachten. En in principe gaan wij nu naar het politiebureau waar ik in een celtje word gestopt. En daar stopt het ook voor mij. Dus wat mij betreft hebben we best een lange video. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie graag op een paar dagen bij een nieuwe video. Laat even zeker in de comments weten of jullie nog vaker willen zien. Als ik... een auto, je ziet hem. Als ik als burger moet gaan en voorstellen qua meldingen zijn in principe ook wel leuk. Als jullie dat even in de reacties achterlaten wat ik dus de volgende keer als burger, als ik het moet doen, moet gaan doen. Bijvoorbeeld een inbraak, een gebouwbrand, een auto-ongeval, noem maar op. Laat het even weten. Voor nu, nogmaals, ik ken dit proces. Er gaat niks speciaals of leuks mee gebeuren. Dus dit bespaar ik jullie. Ik ga de cel in en dan ga ik ook uit game. Want ik ga nog naar de bioscoop. Nee, wat mag ik zo meteen als verklaring opschrijven dat u ons stopteken negeerde? Verklaring moet zo meteen op het bureau officieel nog worden afgenomen geloof ik. Wacht even. Nee. Wacht even.
In ieder geval, mijn verklaring was, ik zag het stopteken niet, vond ik een mooie verklaring zo meteen. Dus laat even in de comments weten en ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan!